Joep van Deurne komt zitten in de kleedkamer met een vrouw die speciaal voor ons uit Duitsland is overgekomen. Dat is Jacqui Groene. Ja, ik zit hier met Jacqui. En de meeste mensen die zullen jou kennen van het Nederlands team natuurlijk. Maar de vraag is, de kijkersvraag is, in welk shirt zit je nu? Van welk team? Dat weten ze niet. Het is van mijn club Frankfurt, FSC Frankfurt. En je hebt vandaag gespeeld ook? Ja, en wat is het geworden? We hebben gelijk gespeeld. 3-3 tegen Potsdam. Ja. Okay. En ben je daar tevreden mee? We hebben 3-1 achter gestaan, dus dat was eigenlijk wel oké. Okay. Ja, heb je goed gespeeld? Ja, ging lekker, moe. Ja? En dan helemaal hierheen komen, hartstikke goed. En wat je speelt in Duitsland, hè? Want daar is vrouwenvoetbal is dat groter dan hier. En hoeveel mensen zitten dan in zo'n stadion? 1000, 2000 mensen zo ongeveer. Betere wedstrijden wat meer. En als het wat kouder is, wat minder. Maar, en wordt het op tv uitgezonden, samenvattingen? Ja, het wordt op tv uitgezonden. Vandaag de wedstrijd was onder andere ook live. En ze pikken altijd wat live wedstrijden uit. En de rest pakken ze tv-wedstrijden. Okay. En ben je bent full prof? Ja. Daar kun je goed van leven ook. Wat mij opvalt, dus de Nederlandse, de mannelijke voetballers, hè, van jouw leeftijd, die hebben het alleen maar over een auto, een horloge. En ik loop de hele dag met die Louis Vuitton tasjes te zwaaien. Is er ook zo'n cultuur bij het vrouwenvoetbal? Nee, wij moeten allemaal nog studeren en zo. Okay. Je kunt waarschijnlijk gewoon niet betalen. Dus, nee, dat is wel zijn andere verhoudingen, denk ik. Dus dat is helemaal anders. Is Duitsland het hoogst haalbare wat je kan? Of denk je, nou, ik denk ook wel eens aan een ander land? Ik denk dat het op het moment nog steeds de sterkste competitie is. Dus van vroeger uit de sterkste competitie geweest. Maar je hebt wel landen die nu opkomen. Engeland en Frankrijk. En komen landen echt heel erg op nu. Dus, en als jij weg zou willen, is er dan ook al een transfersom? Is daar sprake van? Ja, dat zit er meestal wel bij. Ja. En weet je ook hoe hoog die zal zijn? Nee, ik heb geen idee. Geen idee, want ik heb een beetje op zitten googlen. Maar dat houden ze allemaal een beetje geheim ook. Ja, dat is allemaal een beetje onder. Ja. Omdat het te laag is of omdat... Weet ik niet. Nee. Daar hebben wij het gewoon niet zo vaak over. Oh, daar heb je het gewoon niet over. Nee. Okay. Hey, en je gaat natuurlijk in de zomer met het Nederlands team naar de WK. En over 2 weken heb je de Algarve Cup. Ja, en dat is een soort oefening. Ja, het is een soort oefentoernooi wat we ieder jaar doen. Vorig jaar hebben we hem gewonnen. Een soort van gewonnen. We hebben de finale niet kunnen spelen vanwege het weer. En die is niet over? Nee, het is heel beperkt. Die FIFA-termijn natuurlijk waarin je weg kunt. Je moest daarna ga je meteen terug naar de club. En tijdens de finale stond het veld onder water. Dus we zouden tegen Zweden spelen. En dat is niet doorgegaan. Dus we hebben gesplit. Die hebben de beker gedeeld. Ja, wij hebben de beker wel meegedeeld. Ja. En is het een goede graadmeter? Ja, er komen toplanden. En we spelen nu in de pool tegen Spanje en Polen. Dus dat zijn goede tegenstanders om te werken naar het WK. Ja, en ik las ook ergens dat jij... Je bent wel een van de oudjes van het Nederlands team, maar je bent 24. Ja. En is dat zo? Ben je een van de ouders? Ik denk bij het Nederlands zelf, dan ben ik een van de jongeren nog, denk ik. Ik ben ondertussen bij Frankfurt wel echt een van de oudere spelers. Ja, ik hoef niet meer in het midden bij de rondo en zo. Dus dat voel me oud. We hebben Willem hier vandaag. En ik heb begrepen dat Willem ook een grote fan is van jou. Willem, heb jij nog een vraag aan Jacqui of een tip? Nee, je hebt echt alles gesteld. Ik kan me niet voorstellen. Beetje snel. Ik kan me niet voorstellen. Je weet gewoon even niks. Alleen vonden we dat het wel heel snel ging met je. Ja, maar dat is voor jou misschien gaat het nu te snel, Willem. Ja, maar voor de rest van de kijkers die hebben die snelheid nodig. Ja, maar je had liever iets langzamer. Nee, ik vind haar wel de beste speelster. Dankjewel. Ik heb er een paar keer gezien. Ik heb een keer met haar aan de tafel gezeten. Toen zei ik, ze heeft een geweldige trap. Een paar keer kwam ze over rechts. Echt. Snijder kwam niet in de buurt. Heb ik toen ook gezegd, Snijder die houdt toch over het algemeen rekening met zijn lengte. Dus die ballen kwamen allemaal vrij laag. Zij bij haar echt allemaal geweldig. Dat is echt, ik zat echt te kijken. Het was echt een heel mooi gezicht, vond ik dat. Maar zij is ook een kop groter dan Snijder. Het is heel natuurlijk. Bij haar is het een beetje natuurlijk. Ja. Het is niet allemaal gemaakt. En dat is wel een leuk gezicht. Maar geniet je ook van die oefeningen als je die ziet? Want ik heb dit net laten zien, toch, van Jacqui? Die oefeningen die zij op... Maar die vertrouw ik niet altijd. Nee? Nou, maar dit is wel echt, hoor. Laat het nog maar een keertje zien. Dit is nog wel... Ik bedoel, dit is... Of dat die bal in de kruising vertrouw je niet helemaal? Nee. Hoe vaak heb je moeten doen voordat hij in de kruising ging? Dit was trouwens één shot. Eén shot, kijk. En deze was ook de eerste. Dat is maar er zijn anderen die hebben meerdere shots gehad. Dat is toch geweldige trap, of ja, prachtig zo aangesneden. Zo, gewoon heel relaxed. Daar gaat het om. Nou, complimenten krijgen van Willem is niet de minste, hè? Nee, dat is lief, hè? We gaan het afsluiten. Ik heb nog één kijkersvraag. Ja, vertel. Eén kijkersvraag die... Jacqui, wil je met me trouwen? Liefst Theo? Nou, dat zou Simon zijn waarschijnlijk.
Liefst Martijn staat er. Oh. Dus, ligt aan wie Martijn is. Ik weet niet wie Martijn is, maar... Is Martijn... Je moest wel heel lang nadenken om te weten dat jij... Ja. Wel mooi. Nee, geef haar een applaus. Sjakkie Groene. Dankjewel. Ja, wij zeiden altijd Jackie Groene, maar het is gewoon Sjakkie Groene. Ja, maakt het uit. Ja, maakt het uit. Wij weten wie ze is, dus daar gaat het om. Goeie speelster. Aardig speelster. Hij is echt goed. Heel goed.